Ik ben Erde Molenaar van het NOS Journaal. De leerlingen vinden de aula saai. Kom maar even kijken. Hier dus. De muren zijn niet bekleed. From Jamaica to the world. En het is heel erg saai. Ik vind hem ook saai. Maar ik weet ook dat er leraren bezig zijn om na te denken om de aula wat gezelliger te maken. Ik weet dat er ook bij de leerlingenraad ideeën zijn over een gezelliger aula. En ik vind het heel erg belangrijk dat leerlingen ook aangeven wat zij graag willen. De leerlingen van de Calvijn vinden de aula saai. Wat vind jij ervan? Nou, ik vind het ook saai. Er hangt niks. Niks te doen. Ja, vrolijker kan ook wel, vind ik. Het is best wel saai, ja. De aula is hartstikke saai. Wat vind je wat eraan gedaan moet worden? Ja, misschien met meer kleur of zo. Kleurentafels, weet ik veel. De kantine moet helemaal veranderen. En nieuwe automaten, waar je ook zakjes snoep kan krijgen. Dan ben ik wel blij. We hebben al best veel aan die aula gedaan. Nieuwe gordijnen opgehangen, tafeltennistafels er neergezet, een tafel biljart er neergezet en een tafel voetbalspel. Alleen, het is denk ik nog niet genoeg. Hè, maar om nou te stellen van dat we daar helemaal nooit wat aan gedaan hebben, dat gaat me een beetje te ver. Dit was Erin voor het NOS. Ik hoop dat het snel gezelliger wordt in de aula, want zo kan het ook. From Jamaica to the world.